Yo, wat up gasten, welkom bij deze hele speciale Banjo Movie, want ik ga iets doen wat nog nooit is gebeurd op Banjo Movies. Let op, in 3, 2, 1... Een oranje zweepbandje! Ja, omdat ik een weddenschap heb verloren. Nederland heeft de halve finale gehaald, dus ik draag vanaf nu tot het einde van het WK een oranje zweepbandje. Hey jij! Kijk niet, zo zuur, het is er tijd voor een oranje avontuur. Voetbal van Banjo, dat zie jij in de WK-show. Die had nou gedacht dat Nederland de halve finale zou halen, ja. Louis van Gaal, meer niet. En daarmee ben ik dus redelijk fucked. Dankjewel, zweepbandje. Waarmee ik ook fucked ben, is de 5-1 op Spanje die wij hadden. Want Duitsland versloeg Brazilië met 7-1. En die pot is zo legendarisch dat ik wel over die pot moet praten. Brazilië had geen schijn van kans halverwege de wedstrijd. De enige manier om nog te winnen als je 7-0 achter staat, is als de zoeker de gouden snipe pakt. Brazilië speelde misschien niet zo heel goed, maar die keeper, wow, die gast heeft gewoon 7 ballen weten te ontwijken in één wedstrijd. Dat is best knap. Die keeper van Brazilië die kan zo goed de ballen ontwijken dat hij misschien na het voetbal op trefbal verder kan. Die goals van de Duitsers gingen zo snel dat op een gegeven moment Usain Bolt waarschijnlijk zei: jongens, dit gaat me echt te snel af hoor. Sterker nog, ik denk dat Adolf Hitler in zijn graf lag zo van: jongens, 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 dit gaat wel heel ver. Kunnen we even rustig doen? Want laten we eerlijk zijn, het was rust. Je kon stoppen met de wedstrijd. Ze deden het niet. En Duitsland is natuurlijk altijd op hun best tussen de 40ste en 45ste minuut. Snap je hem? Ja. De hele wedstrijd zag er sowieso uit alsof Angela Merkel FIFA op easy had gezet. En daarom, 7-1, ik ga naar huis. Alhoewel, de Duitsers gaan niet naar huis en de Brazilianen ook niet. Want die zijn al thuis. En daarnaast is alles wat er gisteren gebeurde niet uniek. Ik bedoel, elk land haat Duitsland en er is nu gewoon een land bijgekomen. Brazilië, dat haat Duitsland nu ook. Dat is niet speciaal. Alhoewel de 7-1 natuurlijk wel knap is, want laten we eerlijk wezen. Elke wedstrijd is doorgestoken kaart. En de FIFA wou dat Brazilië doorging. De enige manier om dat te doen was dus door 6 penalties te geven aan Brazilië. Wat trouwens ook wel leuk is om te vertellen was dat er iemand ook naar me toe kwam en die zei serieus dat Brazilië had kunnen winnen als Neymar niet geblesseerd was. God de god. Neymar die had waarschijnlijk 2 gescoord en had je alsnog met 7-3 verloren. Daarnaast is het ook heel reëel om jezelf af te vragen: wat zou er meer pijn doen? De gebroken rug van Neymar of de penis heel diep in de kont van Brazilië? Oh, dat doet pijn. Maar genoeg van alle flauwe grappen, jongens. Want even serieus, de wedstrijd van gisteren vond ik wel echt, echt heel erg Brazilig. Ah! Jongens, wij gaan terug naar het Nederlands elftal. Want Nederland had gewonnen met penalties van Costa Rica. En ik had mezelf gefilmd tijdens die penalties. Het enige nadeel is alleen dat mijn camera een beetje flipte. Dus ik heb eigenlijk alleen mijn reactie gefilmd toen we door waren. Alsnog leuk, dus kijk lekker mee. Oh man, het is tijd voor strafschoppen, jongens. Mijn familie zit hier achter deze muur, zeg maar. Ik trek het niet meer. Ik ben naar mijn kamer gegaan en heb het geluid extreem hard gezet. Dit ga je niet menen. Wij beginnen met het trappen. Ja, en hoe? We trappen op een bek. Tim Krul, you better do this, bro. Zit hier echt heel cheesy, maar dat maakt niet uit. Ja! Ja! Hij doet het! Godverdomme! Ja! Oh, jezus, jezus. Zo terecht. Dit, eindelijk. Dit is dus zo terecht, hè. Dan krijg je ook echt wat... Oh. Ik reageer altijd zo bescheiden, hè, als Nederland wint. Stel dat er vanavond weer penalties komen, dan ga ik proberen mijn camera goed neer te zetten. En dan komt het helemaal goed. Of jullie geven 5000 groene duimpjes en ik film de finale. Nee, maar jongens, even serieus. De wedstrijd van vanavond, alles wat je erover kan zeggen, is in principe al gezegd. Het is Robben versus Messi. En daarna wordt het Robben versus Duitsland. En daarna zijn we wereldkampioen! En voor de rest is deze aflevering van de WK-show een beetje anders. Want ik was de hele nacht bezig met opnames en ik heb maar 1 grap over Nederland kunnen schrijven. Want alle andere grappen gingen over Duitsland, Brazilië. En die ene grap is... Louis van Gaal, die maakt zulke goede wissels hier, oh. Ik ben benieuwd hoe hij vroeger zijn tanden heeft gewisseld. Kijk, ik ga naar huis. Ik ben al thuis, maakt niet uit. Nee, maar jongens, de wedstrijd van vanavond wordt natuurlijk geweldig. Nederland gaat ruim winnen, we gaan naar de finale en worden wereldkampioen. Oh, ik heb de DVD hierachter al liggen. Het is echt een mooie pot. Je moet de finale ook zien. Oh. Jongens, die was de WK-show voor vandaag. Hij is iets wat korter dan normaal. Zometeen krijg je nog de WK-voorspelling van Alfred de Steen. Die wil je niet missen. En stel dat Nederland niet de finale haalt en we hebben toch 5000 groene duimpjes, dan fuck it. Dan maak ik gewoon een andere speciale video die nog deze week online komt. Dus geef vooral een groen duimpje en abonneer hier beneden. En kijk zometeen mee naar de voorspelling van Alfred de Steen. Later. Bye.
En welkom bij het WK voorspellen met Alfred op mijn kamer een keertje. Wat gaan we vandaag doen nou? Alfred hangt vandaag aan de lamp van mijn kamer. En hij gaat naar beneden vallen. Valt hij op een witte tegel, dan wint Nederland. Zwart is Argentinië. En stel jezelf thuis ook vooral de vraag. Hoe lang gaat Alfred het volhouden om daar te hangen? Of hoe lang gaat mijn lamp het volhouden om Alfred daar te dragen? Ik had wel mijn kamer op mogen ruimen voordat ik dit ging opnemen, zeg. Fuck it. Hij begint daar in één keer heel erg te scheuren nu. Hier zie je dat hij bijna is gescheurd, maar hij hangt er al echt een tijdje. Lekker bezig hoor, Alfred. Het is zwart. Kut, Alfred. Ik schrok er zelfs een beetje van en dan hangt tape hier in mijn lamp. Enige positieve nieuws is dat Alfred het nog nooit heeft goed gehad. Dus waarschijnlijk zal Nederland dan de finale halen. Dankjewel, Alfred. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel bij de finale. Later.